Dit is het gerecht wat ik voor de wedstrijd meeneem om eventjes 2 uur van tevoren nog mijn laatste koolhydraten naar binnen te werken. We gaan vandaag weer iets lekkers maken. Wat zie jij daar liggen? De zoete aardappel ligt hier. De zoete aardappel, onze grote vriend. Daar is Govert wel fan van hoor, van die zoete aardappel. Ja, wat de banaan van Roel is, is de zoete aardappel voor Govert. Kijk, we hebben hem. We gaan even de zoete aardappel in stukjes snijden. Slacht even de zoete aardappel. Maak hem kapot. Zoete aardappel. Wat ik nou zo speciaal vind aan die zoete aardappel, is dat hij een hele mooie koolhydraatverhouding heeft. En dat is voor een sporter is dat heel gunstig. Koolhydraten zijn de brandstof voor de sporter en die wil je na je training weer aanvullen. Dus daarom eet ik 's avonds eigenlijk het liefst zoete aardappel en dan neem ik het grootste gedeelte van mijn koolhydraten. En voor de wedstrijd, dan vind ik het fijn om eventjes wat meer koolhydraten te eten dan normaal. Dus dit is het gerecht wat ik voor de wedstrijd meeneem om eventjes 2 uur van tevoren nog mijn laatste koolhydraten naar binnen te werken. En het is hartstikke simpel. Dus je kan het gewoon in een bakje meenemen. Het kost weinig verteringskracht. Dus het is gewoon, ligt niet te zwaar op de maag. Ja, eigenlijk is het ideaal. Ik snap niet waarom niet meer mensen de zoete aardappel meenemen als tussendoortje. Maar goed, straks zien we natuurlijk hier op de bosbaan overal zoete aardappelschillen liggen. Omdat iedereen zijn zoete aardappeltjes meeneemt naar de bosbaan, dames en heren. Zo, Roel. De aardappel, zoete aardappel is gesneden. Prachtig. Deze kunnen we in ons hypermoderne, semi-professionele kookplaatje gaan opwarmen tot het kookpunt. En dan laten we ze een tijdje inzitten. Hoe lang? Dat weet ik eigenlijk zelf ook niet. Maar ik prik er altijd een paar keer in. En dan weten we eigenlijk pas of hij goed is of niet. Met beleid. Met beleid. Dat is ook Roel Braas. Ja hoor. Het zijn flinke jongens, deze zoete aardappels. Het gaat niet heel makkelijk. Goed hydrateren, Roel. Want je bent hard aan het werk. Ja. Die zoete aardappel, die is wel lekker aan het koken. Die zoete aardappel? Hij moet hem wel even natuurlijk. Hij moet wel even, de zoete aardappel die is klaar. Ja. We kunnen die eventjes gaan afgieten in het ons welbekende water hier, wat hier achter ons ligt. Kom maar mee. Kom. Zo, de zoete aardappel. Zo, oh. Even kijken. Dus Roel, pak jij de zoete aardappel en die doen we een geruime portie in het bakje hier. Voorzichtig, hè? En dit, Roel, gaan we gewoon lekker prakken. Ga de gang. Prakken. Schilletje laten we er gewoon aan zitten. Schilletjes zitten meestal heel veel voedingsstoffen in, dus dat laten we gewoon aan zitten. Ben je nou echt purist, dan kun je altijd de zoete aardappel ook nog schillen. Maar ja, daar zijn we niet van. Het moet gewoon makkelijk zijn, jongens. Hoppa. Dit ziet er goed uit, Roel. Wat we dan doen, is een klein beetje scheutje van dit hem erbij. We niezen. Oh, gezondheid. Ja. Ah. Zo. Jongens. Gezondheid. Wel van het eten af, hè? Zo, even kijken of dat genoeg is. Roer er maar een beetje doorheen. Nog wel een beetje erbij. Ja, kan nog wel een beetje erbij, hè? Het lijkt heel goed, hoor. Wat we dan doen, is een flinke theelepel kaneel erbij. Nog wel een beetje, hoor. Hè? Niet te zuinig. Nog meer. Hupsakee. En kaneel, dames en heren, is ook een van die mooie stoffen die we terugvinden in de natuur. Kaneel heeft zogenaamde insulinegevoeligheidsbevorderende eigenschappen. Dat betekent dat de koolhydraten die je eet beter worden opgenomen in je spieren door iets simpels als kaneel. Dat zijn van die huistuin- en keukentrucjes die jullie ook kunnen gaan gebruiken thuis. Dus als wij dan de kaneel hebben toegevoegd, voegen wij nog een lekker zoetje toe en wij kiezen dan voor honing. Honing is ook een van die natuurproducten waarvan de suiker gewoon terug te vinden is in de natuur. Die niet te veel invloed heeft op je bloedsuikerspiegel, dus gewoon voor een wedstrijd genomen kan worden. Zo, doorheen roeren. En dan gaan wij eens eventjes proeven of het nog iets van het een of ander nodig heeft. Aan jou de eer. Wat vind je ervan, Roel? Ja, echt heerlijk. Vooral die kaneel maakt een hoop. Maakt een hoop goed. Ja, vergeet niet de kaneel. Nee, niet een hoop goed, maar die kaneel erbij is wel lekker. Die kaneel erbij is lekker. Ja. Dit is typisch zo'n gerechtje wat je gewoon voor je wedstrijd kan nemen. Of na je training. Of de avond voor de wedstrijd. Om eventjes wat koolhydraatjes te laden, om het zo maar te zeggen. Yes. Zo hebben jullie weer een mooi gerechtje in het arsenaal ter bevordering van jullie roeiprestaties. Want daar zijn we voor. Roel en Govert, om jullie als eerste over de streep te krijgen. Volgende keer gaan we weer iets anders heel lekkers voor jullie maken. En we hopen dat jullie dan ook weer kijken naar koken met Roel en Govert. Dit was wel ingestudeerd. Tot de volgende keer. Hoi. Hoi.